Wat een hoop geklets gisteren. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer jullie enige echte zeep. Terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij geweest bij Alexandria. Hebben we de kroning van, of ja, een soort van kroning van Zelda gezien. Niet dat het echt heel erg interessant was, want mijn hart is gebroken of niet gebroken, ik weet het niet meer. We zijn dus zeg maar naar het Trainhoek gegaan en daar blijkt dus zeg maar een card game te zijn. Nou heb ik tegen jullie verteld dat ik dus zeg maar niet echt een grote fan van de card games ben. Dat heeft te maken met, ja, het is zeg maar een side ding. Maar dit is dus de enige keer dat een card game verplicht is, dus die zullen we wel in deze aflevering gaan zien. Maar goed, Shawny Talks Live. Dat kan leuk zijn. Waarom heb je niet, waarom heb ik Zeepie niet uitgenodigd? Ja. Nou, die twee die zijn nogal, die weten niet hoe een ander zich voelt. Samen, als ze samen zijn, totdat ze gescheiden zijn. Wat bedoel je nou? Ik snap je niet. Oh, jij grote sukkel! Oké, luister. Zeepie houdt heel erg veel van Zelda. Maar Zeepie wil cool zijn. En daarom krijg je een soort van misverstand tussen. En dan gaan ze vechten en zo. Snap je het nu? Niet echt. Zeepie zal niet stoppen met proberen cool te zijn voor mijn neus. Het is hopeloos. Hé, hey, is dat het kaartstadium? Hé, hey, wacht nou. Ze is weg. Hé, hey, jij bent... Hè, wie, wat, waar, wanneer en hoe zo'n half wit gesneden? Oké, dus ja, Shawny die is er gewoon vandoor gegaan. We zijn alleen maar weer al bij onszelf. En nou zijn er een paar dingen die we kunnen doen. Sowieso naar de ATE's kijken, want we hebben nog niet genoeg geleuter gehad. Ik had nooit... Oh. Hij heet toevallig Marco. Oké, prima. Nee, hij is niet Destiny's in de naam. Hij heet toevallig Marco, daar kan ik niks aan doen. Goed, maar goed. Ik had nooit gedacht dat ik jou nog een keer tegen zou komen. Ja, dankjewel voor je hulp op het luchtschip. Hé, hey, geen probleem. Ik bedoel, mijn meester is een goeie man. En anderen die zouden hebben geweigerd. Je kunt de meester het beste bedanken. Dus hij is degene die heeft gezegd om jou naar Alexandria gratis te brengen. Ja, dus, ja. Dus, hoe was het toneelstuk? Vond je het leuk? Ja. Was het daar geen ongeluk tijdens de show? Ben je in orde? Het zat zo. Ik ben in orde. Goed, nou, ik ga terug aan het werk. Hé, leefde jij niet dicht... Was jouw huis niet dicht bij Treno in de buurt? Ja, dat klopt. Je familie zou je wel zorgen maken. Ik zou snel naar huis gaan als ik jou was. Maar ja, doei! Maar opa is weg. Nou, ga toch maar wel even langs. Ik bedoel, ik ben dichtbij, dus ik ga er toch wel even langs. Ja, dit is dus een speciale plek... Want vergeet niet, het spel is dus zeg maar begonnen. We hebben gepland hoe dat we Zelda zouden ontvoeren. En de Towler was al in Alexandria. Maar we weten niet waar dat hij eigenlijk dus zeg maar vandaan is gekomen. Dus hij gaat nou naar zijn huis toe. En dat is zeker de plek waar we dadelijk ook nog heel eventjes langs willen komen. Er is niks veranderd. Story, die vogelvrouw die is er niet voor gevallen. Ik moet mijn volgende oplichterij maar eens gaan proberen. Hé, hey, verdorie! Ga je daar niet voor je excuses aanbieden? Hé, ik praat tegen jou. Weet je niet wie ik ben? Nee. Wat? Ik ben de beroemd... Wacht even, ik heb jou ergens eerder gezien. Jij bent de Flaming Destiny! Huh? Dat spijt me! Wat is er gebeurd, Destiny? Die vent die zag er heel erg bang uit. Oh, ik weet het. Je was weer een pestkop, of niet? Nee. Mijn opa heeft altijd verteld dat de grootste pestkoppen eigenlijk de grootste watjes zijn. Nou, we komen rust. Nee. Nee. Dus hij is aan het reizen met een kind. Ik had nooit gedacht dat Flaming Destiny een zwakke plek had voor kinderen. Excuseer mij. Zo raar! Destiny, waar ga je naartoe? Zo raar!
Juist. Dus dat was weer zinloos. Maar goed, om even terug te komen dus op Taulus' huis. Dat is zeker iets waar we naartoe willen gaan. Maar er is nog één ding wat we nu zeker willen doen. We zijn allemaal een stuk sterker, krachtiger. En we weten nou een beetje meer hoe dat ons gevechtstactiek goed in het voordeel kan lopen. Nou is er hier dus een locatie waar je dus zeg maar 1-1 met een beest, een behoorlijk sterk beest, al kan vechten. Daar wil je wel vooruit kijken. Maar aan de andere kant zou ik zeggen... Je wil het aan de ene kant ook wel weer gaan doen. Dus sowieso kunnen we hier eventjes langs de Moogle. Misschien heeft hij een nieuwe brief. Dat weet ik niet. Laten we eens wel even kijken. Hallo. Je hebt de laatste tijd geen brief meer ontvangen. Dat is niet mijn probleem. Maar goed, we willen dus heel even naar de weaponshop. En dan zie je dus zeg maar dat daar beneden een beest zit. Dit beest is te bevechten 1-1. Geloof me, dat beest is sterk. Dus laten we eerst eens eventjes kijken of we nieuwe... items kunnen kopen. We hebben nog maar één dagger. We hebben nog maar één mithril dagger. Dus laten we die even gelijk kopen. En oh, we hebben weinig geld. Klopt ja, want we zijn in... Alexandria. Hebben we al onze geld gespendeerd. Nou ja, we hebben sowieso niks nieuws zo te zien hier. Dus wat we willen doen is... We willen onze equipment even aanpassen op single battle. Dus wat we gaan doen is even kijken. We willen, ja, ability up en level up, die kunnen dus uit tegen single player battles. Waarom staat jouw level up niet aan? Oh ja, die komt eruit. Een P-attack die willen we aan hebben en counter willen we sowieso aan hebben. En dan vraag ik mij af. Ja, banners hebben we niet nodig, we kunnen beter. Auto potion. Ik denk dat we het hier wel goed mee kunnen halen. Mocht je hier nou verliezen, is dat geen instant game over. Dus hoef je daar geen zorgen over te maken. Dus, laten we gaan YOLO'en en even vragen wat dat monster daaronder is. En ja, dan vinden ze leuk als mensen daartegen gaan vechten. Dus wij willen met dat beest gaan vechten. Nou, we hebben MP aanval aan, we hebben counter aan. Dus ik denk dat we wel goed zullen zitten. Zo niet. Nee. Ik weet niet of die status effecten kan geven namelijk. Dus dat is het probleem. Het is namelijk een vijand die we veel later pas in het spel tegen gaan komen. Dus kunnen we hem verslaan, dan krijgen we een enorme beloning. Worden we verslagen, ja, dan komen we gewoon terug met 1 HP. Oké, nou, we gaan dus gelijk beginnen met een aanval. Het is een groot beest. Maar we doen wel gelijk 1768 schade naar hem. Dus hopelijk doet de counter het ook goed. Devil's Bell, wat doet dat? Volgens mij is dat verstening. Nou ja, gelukkig zijn we daarvoor protected. Dus hoeven we daar ons geen zorgen over te maken. Oh, wat ben ik blij dat ik daar tegen protect ben. Blijf jij met Devil's Bell doen, dan hebben we nergens geen problemen over, oké? Okay? Maat? Oh, jij doet al gelijk Tendara. Ik weet niet hoeveel dat mij bij schade gaat doen. Oeh, 500. Oké, dus ik kan... Nou ja, we krijgen gelijk de auto potion. Dat is wel een voordeel. Maar ja, we willen wel zorgen dat we boven de 600 HP blijven. Of we slaan hem gewoon 2 keer en we hebben al gewonnen. Dat kan natuurlijk ook. Ik krijg een voorbereiding van hier en dan valt hij zo nog mee. Nou, ik krijg er geen experience of AP voor. Daarom heb ik die ook uitgezet. Maar als je dus hebt gewonnen, dan krijg je dus een prijs. 15.000 Jill. Nou, we hadden al een beetje een money issue. Dus ik ben wel blij eigenlijk dat we weer wat money hebben gekregen. Nou, laat ik eventjes snel eventjes hier de zut even gelijk goed zetten. Dus even kijken. MP attack, die kan weer uit. Counter, die kan weer uit. Ability of level up, die kunnen weer aan. En volgens mij had ik Bandit ook uitgezet. Ja, we zitten weer goed. Dus dat is zeker iets wat je eventjes hier wil doen. Doe je dat niet, ja, dan kun je dus zeg maar een probleem hebben tot je ja, best wel veel geld mist. Soms geven ze nog wel eens een leuk item. Maar nu zou ik zeggen van, ja, niet echt nodig. Nou, als je hier komt, dan kom je dus zeg maar bij de veiling. En dan kun je dus zien wat ze hebben. Ze hebben een mini-seat, een Dorga's artifact en een Yun's mirror. Dat zijn allemaal, en een dark matter. Wauw. Die dark matter, die klinkt eigenlijk... Ja, die zal hier altijd blijven. Dus, want je ziet dus zeg maar dat je hier kan bidden. Dit is een soort van veiling en dan kun je dus zeg maar gewoon bidden. En dan op het moment dat dus, ja, 2300 heb ik ervoor geboden. Bid nou even hoger, ik wil dat ding niet kopen. Verdorie! Oké, we hebben een mini set. Yay. Zinloos item. Hebben geen rol aan. Je biedt 1 keer en gelijk heb je hem. Fijn. Dit is nooit gekomen. Normaal gesproken gaat hij eruit voor een 4000, 5000, ik weet niet. Maar ja, zo werkt dat biedsysteem dus. En ja, als jij de laatste bidder bent, dan heb je hem. Dus
Ik heb een lijstje uit Griffinstone beeld gekocht de laatste dag. Oh, dat is zo geweldig. Ik zweer je, volgens mij ziet het er prachtig uit. Ja, zeker, zeker. Ik had een speciaal... Ik heb nog een extra kamer voor mijn landhuis moeten bijbouwen. Oh, echt waar? Ja, alles is zo duur de laatste tijd. Ik zit er ook aan te denken om een Bermudstaanbel te kopen voor ons landhuis. Maar alles kost zoveel. Ik denk dat de stadsmensen ook een probleem hebben. Ik dacht dat ze wel wat meer veilig of zo zouden zijn. Hupopo. Hé, wat ben je aan het doen? Hallo klein meisje. Oh, jij bent degene die rond is geduwd door Destiny. Nee hoor, dat is niet zo raar. Dus wat kan ik voor je doen, meneer Watje? Oké. Ben je nieuw hier? Ik ben aan het rondkijken. Waarom laat ik je hier niet rondlopen? Nee, dank je. Mij lukt het wel alleen. Wacht. Verdorie, waarom moet ik met deze kleut rond? Ik dacht dat ik misschien kon ontvoeren en dan zelfs... die bounty, die wil ik eigenlijk hebben. Ik ga weg! Wacht, ik neem je mee naar dinner. Dinner? Ja, voedsel. Is er iets wat je wil eten? Ik bedoel, ze hebben van alles. Ze hebben ze hebben zeewierpasta en treno gelato. De keuze is aan jou, ik serieus. Jij zegt dat ze geweldig voedsel hebben. Ja, heel erg veel gevoedsel. Huh? Hé, Heavier! Jij zei dat je geweldig voedsel had. Wat? Wie ben jij? Ik wil lekker voedsel. Ben jij Destiny iets? Misschien ik... Het spijt me! Geef me dit voedsel! Zo raar! Ja, inderdaad. Hé, hij heeft iets laten vallen! En we krijgen dus een gratis item. Weten jullie nog de vorige keer dat de Joe gestolen is en dat we dus hem niet terug hebben gevonden en ons geld niet terug hebben kunnen pakken? Op het moment dat je hem dus zeg maar tegen gaat komen en je hebt je geld niet teruggekregen, krijg je gratis item. Een armband. Laten we eens even kijken wat voor armband dat is. Misschien is het een goeie, wie weet. Hij is zeker goed. Holy damage, daar hebben we nou protectie voor. Oké, ad status en mug, maar lekker belangrijk. Hij is heel erg goed in status. Gewoon nemen die app en... Ik denk dat we dan eventjes langs de Toddler's huis gaan, want dat is eigenlijk een secret location. Nou willen we... Ja, eigenlijk uitkijken niet echt, want... Op het moment dat je daar naartoe gaat, je bent all by yourself. Dus op het moment dat je daar naartoe gaat, krijg je encounters. Ja, dan heb je het probleem dat je dus in je uppie moet gaan vechten. Maar aangezien dat we in Traino Alexandria zijn, zitten er niet echt veel sterke vijandjes meer tussen. Dus we hoeven ons nergens geen zorgen over te maken. Nou, het huis van... Sorry daarvoor, weer random encounters. Maar goed, het huis van de Toddler, dat zit dus zeg maar hier achter de bossen. Oh. Dit zijn trouwens nieuwe vijanden die we nog niet gezien hebben. Dus geen knip blijkbaar. Goed, dit zijn dus zeg maar de nieuwe vijanden. Die kunnen je silent status als ik me niet meer geven. Nou ja, daar hebben we gelukkig met Zeepie geen probleem van. En ze zijn wel wat sterker als de doorsnee vijanden die we dus zeg maar hier eerder tegen zijn gekomen. Maar ze doen nog niet echt veel schade. Er is één aanval waar je voor uit wil kijken. En dat is Chestnut. Maar denk niet dat ze daar de kans voor krijgen om die te doen. Chestnut is namelijk een aanval. Hoeveel schade dat ze hebben gekregen, zoveel schade kan die aanval jou doen. Dus heb je ze 800 schade gegeven, kunnen ze jou daarmee 800 schade geven. Maar wij killen ze in één hit, dus we hoeven ons daar niet echt zorgen over te maken. Maar we hebben nou wel een silent status, dus dan kunnen we daar weer naar kijken. Omdat, ja, Zeep gebruikt niet echt spreuken, dus daar hoeven we ons daar niet echt zorgen over te maken. Maar ja, hij is all by himself. Goed, maar als we dus hier de bos in gaan, mag ik het nou alsjeblieft uitleggen zonder random encounters, dan zien wij dus zeg maar links in de muur, zien wij een kleine opening. Dit is een vraagtekenlocatie, dus daar zijn we nog niet geweest. Laten we dan maar eens eventjes een kijkje gaan nemen. Dit is Gwant's Dwelling. Oké, interessant. Nou, als we hier dus zeg maar rondlopen, dan heb je hier dus overal van die witte goo.
Maar er zitten hier een paar schatkistjes die we dus zeg maar mee kunnen nemen. En die witte goo die heeft dus zeg maar ook weer zijn voordelen bij sommige spul. Sowieso alle kistjes die we hier vinden bevatten een eater. Dus ja, heb je weinig eaters? Kom hier even langs en vul je eaters aan. Ik geloof dat er hier zo'n 3 of 4 zitten. Dus altijd handig. Nou, deze witte goo die hier aan het roken is, die kun je dus drinken. Gadver. En dat herstelt dus zeg maar je HP en MP status effecten. Die dus zeg maar blijven. Very bad status effecten. Die zullen dan op dat moment ook echt blijven. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Nou, hier hebben we Scorpio. Oh ja, dat is voor die... dat zal ik daar ook nog wel eventjes laten zien. Er zit namelijk een collector en die verzamelt een of andere soort van key items. En ja, daar vind je dus zeg maar al die dingen. Ik weet niet of ik daar een complete walkthrough over ga doen. Of laat zien welke dat er precies zijn. Want we hebben er al een paar opgepakt. Dus dat wordt anders heel erg lastig. Nou, hier hebben we nog een gratis eater. Altijd heel erg handig. En hier staat er hier iets op de muur geschreven. Dus iets van hoogte. Laten we even kijken. 6 maanden sinds dat ik de Towler heb geadopteerd. Hij is nog steeds te klein om te eten. Wat? Juist. Hey Towler, wat doe jij hier? Zeepie, hoe kon je me vinden? Wat doe jij hier in een, ruïne plek? Voor rotzooi plaats als hier. Ik heb hier geleefd. Gewoond. Echt waar? Heb jij dicht bij de trainer gewoond? Ja, met mijn opa. Jouw opa. Dus, maar hoe ben je eigenlijk gekomen met je opa dan? Nou... Honger! Misschien heeft het geen nut om vis proberen te vangen van mist. Is het nou mogelijk om een theorie van iets te krijgen van eten? Weet ik veel. Ik heb iets gevangen! Dus jij was... Yep, mijn opa heeft mij gevangen uit de lucht. Misschien ben ik van een cargo ship gevallen. Ik wist niet dat je iets kon vangen van een mistoceaan. Je hoeft niet bang te zijn. Misschien kan ik hem eten, maar hij is zo klein. Denken die gasten echt alleen maar aan voedsel? Mijn opa was heel erg vriendelijk tegen mij. Hij zei dat hij zich zorgen maakte dat ik niet aan het groeien was. Ja, ik snap. Laten we gaan, Zeepie. Er is geen reden om hier te blijven. Juist. Creepy! Maar goed, we hebben hier dus een hele mooie klok. Nu te koop op Marktplaats. Nee. De klok is gestopt en dat was een week voordat we Zelda hebben gekend. Dus we kunnen een beetje de tijdlijn vinden. Maar als we dus hier gaan kijken, dan kunnen we dus zien dat er iets op de bodem van de oceaan ligt. En ja, het lijkt een beetje op schuim, maar het is moeilijk te zien. Nou is het dus zeg maar tot wij dat wel kunnen, tot we daar wel iets mee kunnen doen. Maar goed, we hebben de Towler dus nu weer opgehaald, dus nu zijn we niet meer al bij onszelf. Dus gaan we terug naar Limblum. Of nee, niet naar Limblum, naar Treno. En ik denk dat ik jullie daar zie, dus tot over een seconde. Oké, op de terugweg kregen we een random encounter en blijkbaar hebben we High Tide geleerd. Kunnen we eindelijk kijken of we weer iets nieuws kunnen leren. HP plus 20%! Zo! Wat was die andere? Autofloat. Ja, die kan nog wel even wachten. HP plus 20%. Damn right I wanna have that. Oké, die kost best wel veel. Die kost 8. 8 slots. Oftewel 8 van die ability crystals die je hebt. Dus nou moet ik even een keuze gaan maken. Locomotion die heeft net mijn... Nee, dat was Jelly. Die heeft, dus ja. Ik denk dat er voorlopig niet eens zeg maar een baas aankomt. Dus we kunnen nou wel heel eventjes gewoon... Dat brengt mij bijna op 2000 HP. Zo hé. Dus ik loop wel eventjes verder terug naar Treno. En waarschijnlijk krijgen we nou een random encounter. Zo niet, dan hoef ik niet te knippen. Maar als ik moet knippen, dan zie ik jullie gewoon terug in Treno. We zijn bijna bij Treno. Geen random encounter. Juist, ja! Goed zo. Ik dacht eventjes dat ik daar moest gaan knippen. Maar goed. Wat ik jullie dus wil laten zien is op het moment dat je weer terug bent in Treno, die Scorpio die we dus hebben gevonden, dat is een van de, ik zal heel even naar mijn items gaan, dan kunnen jullie dat zien. De Scorpio, dat is een van de Stellatio story parts. En er is hier zeg maar een verzamelaar die dat dus zeg maar verzamelt. We hebben hier ook de Libra. Ik weet niet of we meer hebben. Volgens mij zijn het maar die twee dingen die we hebben. Er is een hele, walkthrough, zeg maar, over waar dat al die dingen te vinden zijn. Ik denk dat ik ze wel allemaal zal proberen te gaan verzamelen. Mocht het mogelijk zijn, op het moment dat we dus, zeg maar, alleen nog maar door de wereld heen moeten gaan. En tot er nog maar één punt is waar we naartoe gaan.
denk ik dat ik dat wel eventjes zou kunnen doen. Maar goed, wat krijg je nou dan voor die voorwerpen? Nou, op het moment dat wij dus, zeg maar, is dit het veilinghuis of is dit het koeienhuis? Het is het veilinghuis. We moeten niet naar de veiling. Wij moeten naar het koeienhuis. Ja, hallo. Volgens mij kun je daar gewoon doorheen lopen door hier gewoon, zeg maar, het pad te volgen. Ja, want hier is het card tournament waar ik in de volgende aflevering mee ga beginnen. Dus sorry dat dat niet in deze aflevering is. Even kijken. Volgens mij kunnen we... We kunnen nog wel even kijken of we iets nieuws kunnen sinten. Ik vind het wel grappig hoe Shawnee hier ook aan het rondlopen is en tot we haar nergens tegenkomen. Maar goed, laten we heel eventjes langs de Sint-shop. Ik bedoel, we zijn er nou toch. Even kijken of ze hier iets misschien hebben wat we nog niet hebben gekocht. Angel Blast, ja, die hebben we al één. Die hebben we al geëquipt zelfs. Magician's Robe. Hebben we die niet meer? Oké. Dan kopen we die toch eentje. Gold Choker, altijd eentje op voorraad. We hebben nog meer. Medain's Ring. Ik weet zeker dat we die eentje hebben. Anklet. Pearl, die hebben we een. Black Belt hebben we een. Ja, hier wil je dus, zeg maar, echt de dingen die je niet hebt of ergens één keer geëquipt hebt. Die wil je echt op dit moment eventjes kopen tot je er daar genoeg van hebt. Want geloof me, die ga je echt nodig hebben bij nog sterker items. Sommige items die hebben gewoon echt 4 items nodig. Oftewel, dan moet je 2 items samenvoegen. Dan heb je weer een ander item, die moet je met 2 items samenvoegen. En die 2 items kun je dan samenvoegen weer in een ultimate item. Dus ja, altijd heel erg handig. Maar goed, we wouden dus heel eventjes hier langs. En hier hebben we dus, zeg maar, de vogelvrouw waar we dus, zeg maar, net over hadden gesproken. En die verzamelt dus, zeg maar, die gekke dingen. Dus we hebben de Scorpio en die geven we dan. En dan zien we dus, zeg maar, dat dat in een van die kooien komt. Waarom dat het in zo'n kooi komt, dat weet ik niet. Maar het ziet er dus uit als muntjes. En je krijgt dan, zeg maar, dus een beloning. Nou, we krijgen 1000 jail. Volgens mij swapt het tussen wapens en geld non-stop. Dus de ene keer krijg je geld, dan krijg je een item, dan krijg je weer geld, dan krijg je weer een item. En zo gaat het verder. Hier zie je dat we een Phoenix Vinion hebben gekregen. Het is eigenlijk hetzelfde als 1000 jail, maar ja, we hebben dus een Phoenix Vinion gekregen. Maar er is hier ook de bladsoort, geloof ik, dat je kan krijgen. Volgens mij kun je een ultimate item krijgen als je ze allemaal hebt verzameld. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar zoals ik al zei, ik ga proberen alles te verzamelen. Speciaal voor jullie, omdat ik dat wel belangrijk vind. Ik bedoel, dat heeft niks te maken met de storyline of iets, dus goed. We hebben hier een tournament. Dat gaan we dus bij de volgende aflevering doen. Dus ja, ik geef eventjes naar die Moogle toe om mijn spel op te slaan. Want ja, dat is eigenlijk ook gelijk het einde van deze opnamesessie. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje of vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Morgen gaan we met een card tournament. Dan heb ik dus heel veel over dat kaartspel uit te leggen. Yay! Maar dat doen we morgen allemaal. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Tot dan, jongens. Doei!